Thomas van de Wietkos daar aan de leiding. Volgens Breker Rotterdam dit jaar in de maand juli. Vooraan is dan nu in dit geval Diels en Jennis van Vershoven. Jo, de leiding gevolgd door de 3-82 van Karsten Derks 1. En dan gaat hij kijken naar 2-56 van Carlos van Hees. Carlos ten koste van Erik Peters. En we gaan ook kijken naar Liam Visser, die misschien al zo'n geval eer van heugde van de deurtrappers. Komt daar Ricardo aan de buitenkant. Kijken of dat ook een hele nuttige aanval gaat zijn. Ja hoor, Ricardo de Bies. Daarbij Noël van Essen en Bram Heren. We zien ook Luc Samenmaier uit Os hier voorbij komen. Vooraan is het nog steeds Rob van Bokstel en Tom van Os. Vooraan is het Mathieu van Dam, in ieder geval die daar een goede zaak aan doen is voor een uitgangspositie voor de kwartfinale. We gaan verder met de volgende race, 15-6. Goed rijden, niks schepers daar zo. En op de tweede plek is het de 108, of komt Peter Langveld er nog aan? Peter Langveld heel erg. Inderdaad, Nick van Aken, Lars van Lommen en Max Hobo die hier alweer op de ene laatste bocht aankomen. Nog steeds aan de leiding Rodi van de Heuvel. Ik denk dat het zo gaat blijven, want luister erbij hangen. Zo gaan we nummers 1 en 2 over de finish. We gaan kijken. Nick en Klaus nog steeds 1. Klaus zit ook weer op de fiets. Inmiddels was hij op de koers onderuit gegaan, maar hij zit er nu al weer goed bij. Dat doet me deugd, dat doet me goed. We gaan verder met de volgende race van de 100, race nummer 102 van de 17 jaar oud. Wordt gevolgd door de 105 van de... Bijna afgelopen. Tweede positie, derde plek dan hier zo voorbij. Arm van Brussel vooraan. We gaan kijken naar... Kevin van der Groenendaal is als een duveltje uit het doosje betrokken. Hij geeft de rest van de deelnemers de ogen naar. Kijk hier in de kwartfinale. Hij wil zich schuiven houden. Kan iemand hier blijven zitten? Of hij kon het net niet overgaan. En hij staat voor een plek op jouw plaats. Helaas, helaas. Dat zijn de eerste vier. Nou, ongelooflijk, dames en heren. We gaan door. Voor de tweede kwalificatie in deze groep. Met Ronny van der Heuvel en de super... Nou, de categorie kwartfinale is verloren. Flink aan de hand is de weg. Wow, we zijn vertrokken voor de tweede kwartfinale hier bij de mannen 17 plus. Een club van de wind ging dames en heren. Matthijs Schelp op de tweede positie. Wow. Nick Roelofs voor die vierde plek. Waar heeft hij een vijfde plek, moet ik zeggen. Wie schiet er ineens naar voren dan? Dat is Giel Klaassen. Giel Klaassen voor die vierde plaats. En wie zit er dan op plaats 3? Wie zit er dan op die plaats 3? Ik heb hem even vergeten mee te nemen. Maar dat is natuurlijk Mike Klerks, hoe kon ik hem vergeten? Die man mag ook mee. Woe, volgende halve finale race over 16 plus 6.